Welkom op deze herdenking hier bij ons herdenkingsmonument. Velen brachten hiervoor het hoogste offer. En daarom zijn wij hier vandaag 4 mei bij dit monument bijeengekomen om allen, burgers en militairen, te herdenken die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Na 2 digitale jaren zonder publiek kunnen we nu gelukkig weer samen alle slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken. Zoals u juist al gememoreerd, herdenken wij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies van daarna.